Hallo, met Glenn voor Ableton Benelux. Vandaag wil ik jullie meenemen in de wereld van modulators. In dit geval hebben we de Max for Life devices die meekomen met de standaard en met de intro ook. Dus dat is wel leuk. Daar kan je daar alvast met gaan experimenteren. Maar wat zijn deze drie jongens nou net? We hebben de Envelope Follower, we hebben de LFO en we hebben een Shaper. De LFO is de low frequency oscillator die je kan gaan gebruiken om allerlei zaken gaan te moduleren in jouw synthese. De envelope follower die volgt een envelope die jij maakt, die je weer kan gaan toewijzen aan een andere parameter. Daar kom ik straks even op terug. En de shaper is een heel interessant iets. Kan eigenlijk de output van jouw chain eigenlijk heel makkelijk gaan opchoppen in een soort van sequence gedeelte waar dat je toch een soort van envelope generatie doet, maar in dit geval in een heel creatieve manier. Mensen die meer willen meten over Max for Life, want dit zijn Max for Life devices, die kunnen alvast deze video's checken. Voor de rest gaan we onmiddellijk naar het gedeelte waarvoor ik jullie hier bij elkaar breng. Ik ga even het nummer of het gedeelte laten horen. Dus zoals jullie kunnen horen heb ik hier een aantal noise drops. Ik heb hier een dubbele pad. Laat me deze alvast even voor jullie deleten. Ik heb hier een 808 kick staan om ons straks even te oriënteren in het ritmische gedeelte. En ik heb hier een trigger envelope. Zoals in mijn vorige video's gebruik ik hier alweer de 707 basdrum voor. Oké, dus ik heb de modulators even verwijderd. Dus ik ga nu één voor één de modulators even demonstreren aan jullie. Dus op mijn noise drops zit op dit moment een gewone echo. Hier ga ik even de LFO demonstreren. Dus de LFO laat mij toe, een low frequency oscillator, laat mij toe om bepaalde parameters in mijn synthese automatisch te gaan automatiseren. Dit kan of gelinkt aan mijn master tempo, in dit geval 87, met mijn verschillende tijden of rates onderverdelingen in triplets, of ik kan naar een random rate gaan waar ik dan meer random kan gaan werken met mijn modulaties. Wat vinden we nog terug? Mijn depth van mijn LFO. Dus laat maar zeggen hoeveel LFO, hoeveel frequentie uiteindelijk, of hoeveel modulatie er gaat plaatsvinden. Dan mijn sinus, mijn golf. Ik heb hier een keuze uit verschillende golven. Van random naar sinussen, naar triangles. Je vindt hier eigenlijk alle gebruikelijke LFO's of modulatiegolven terug. Mijn jitter, een beetje een soort van randomness op de LFO op zich. En ik kan die ook nog zeer smooth gaan maken, zodanig dat het toch niet te fel wordt, dat effect. Ik heb een offset, dus ik kan mijn LFO vroeger, lager of hoger in CV gaan sturen, zoals de mensen dat kennen van de modulaire wereld. Ik heb een fase, ik kan mijn LFO gaan omdraaien in fase. Ik heb een hold functie en ik heb een retrigger functie. Zodanig dat ik telkens als ik deze knop hit, dan gaat mijn LFO terug in het begin naar mijn originele waveform terugvallen. Rechts bovenaan heb ik mijn 8 modulaties. Deze kan ik gaan mappen naar andere parameters in mijn live sessie. Laten we dat even doen. Dus mijn eerste had ik graag gehad op mijn timing. Je ziet onmiddellijk dat mijn LFO mijn parameter links gaat doen bewegen. De hoeveelheid, die kan ik hier mooi instellen. Laat ons deze even mappen aan de rechterkant. Deze wil ik in contra. Dus deze ga ik op 46 en deze op 0. Zo krijg ik wat beweging in mijn stereo spectrum. Deze had ik graag aan mijn reverb gehad, maar ik ga die maar heel zachtjes laten moduleren. Deze zet ik bijvoorbeeld aan mijn frequentie van mijn filter. Laten we deze dan links doen.
Zo. Oké. Okay. Even luisteren wat dit geeft. Terwijl dit origineel, zonder modulaties, een heel steady, een heel monotoon geheel wordt. Verder in mijn nummer had ik een pad. Laat me dat pad er even bij nemen. Het pad kwam oorspronkelijk van dit. Heel steady sound. Ik kom met mijn volgend topic, de envelope follower. In dit geval ga ik terug een trigger nemen, een 707. In mijn vorige video's gebruikte ik die ook als ghost channel. Ik ga er voor dit hetzelfde doen. Dus mijn envelope follower komt op het kanaal waar ik uiteindelijk mijn envelope wil van gaan genereren. In dit geval mijn 707 bassdrum. Mijn 707 bassdrum. Die staat ook op sense only. Dus die horen we niet in het gedeelte. Ik ga die even... Als ik die envelope follower erop zet, wat vind ik dan? Ik zie onmiddellijk waar mijn kick wordt gespeeld. Ik krijg hiervan een envelope te zien. Ik kan mijn signaal een beetje gaan opboosten met de gain-knop. En ik heb daaraan een rise, laten we maar zeggen de attack. Dus zoveel te hoger mijn waarde is, zoveel te later gaat mijn envelope opengaan. En mijn fall, dat is wat we noemen de decay of de release. Ja? Je kan hier heel makkelijk de kick... of de trigger die je wilt gaan nemen om iets anders doen open te gaan. In dit geval, mijn pad, daar had ik een filter op gezet. Nu zou het toch wel cool zijn als ik die filter, die envelope follower, aan die filter kan gaan mappen. Dus ik maak van mijn pad, wat eigenlijk een hoge toon was, na transposing, maak ik een soort van baslijn. Delay. Ik ga die een envelope opnemen. Dry wet. Even de kick erbij doen om ze terug te oriënteren in het geheel. 2, 3. Zou het wel cool zijn als ik dat pad van daarstraks even terug gaan kon halen. En dit ga ik terug mijn min 1 tuning geven. Shaper. Shaper is in principe identiek.
Hier kan ik mijn verschillende envelopes kan kiezen. Super cool. Kan je grid gaan aanpassen. Super stereo effect. Model Ages in Ableton Live. Tot de volgende keer. Hoi!